Ik ben heel erg voor een plooierverbod. Als vrouwen daar dan al vrijwillig werken, dan moeten ze dat echt doen zonder dat er dwang van een man achter zit. Ja. Zonder dat ze je ziet nog steeds vrouwen op de wallen staan die een tattoo in hun nek hebben. Ja. Wat gewoon betekent dat ze het bezit zijn, het eigendom zijn van een pooier. Nou, maar, dat is afschuwelijk. Dus meneer Boomsma, uitbuiting moeten we tegengaan, maar niet door prostitutie te verbieden. Nou, ik hoor eigenlijk heel veel wat mij wel goed bevalt in die zin dat ik niet wist dat de PvdA voor een pooierverbod was. Dat, dat hebben wij onlangs ook gezegd. Laten we dat ook in Amsterdam gaan doen. Het staat nu in het regeerakkoord. Dat je in ieder geval voorkomt dat vrouwen worden uitgebuit en dat mannen daar dan de vruchten van plukken. Maar het begint er ook mee dat je moet erkennen dat prostitutie niet normaal is. Het is nu wel legaal, maar niet normaal. En op dit moment is het beleid van Amsterdam, dat is het afgelopen jaar geweest, om het te normaliseren. En je ziet dus juist dat sinds het gelegaliseerd is, dat die misstanden, dat dat niet is afgenomen. En dat was het idee. Het idee was, nou dan is het in zicht en dan kunnen we alles controleren en dan hebben we het een beetje onder onze hoede. Die gedachte, en dat blijkt dus niet te kloppen.